U bent beëdigd vandaag, twee keer zelfs. Ja, dat ging even wat rommelig. Ja, dat ging even wat rommelig. Nou, een beetje net als vorige week, hè. Dat was natuurlijk ook een rommelige, tumultueuze week met veel chaos. Dus laten we de komende 10 minuten die we nog hebben in dit gesprek proberen duidelijkheid te geven. Want ik denk dat veel mensen daar behoefte aan hebben. Denkt u ook niet? Zo is het. Ja, want veel mensen, met name die middeninkomens, hè, laten we even zeggen tussen de 40.000 en 70.000 euro, die zijn bang dat ze heel erg veel geld kwijtraken door uw plannen. Onder andere de plannen met de ziektekostenpremie. Het zou in de vele duizenden euro's per jaar kunnen lopen. Kunt u die mensen geruststellen? Kunt u de angst wegnemen? Nou, wat ik in ieder geval kan zeggen is dat we in de onderhandeling natuurlijk gekeken hebben naar de koopkrachteffecten die het mag hebben. Waarbij we als kabinet gezegd hebben, gegeven de enorme opdracht die Nederland heeft, is het ook logisch dat we kijken naar de inkomensverschillen in Nederland, dat we die wat kleiner maken. Mm-hmm. Dat is natuurlijk iets waar dit kabinet, naast het op orde brengen van de overheidsfinanciën, zeer aan hecht. Ja, vooral de Partij van de Arbeid, denk ik. Ja, goed, ik sta voor het hele kabinet, maar het is logisch dat dat niet uit mijn verkiezingsprogramma komt. Maar dat is een concessie die de VVD heeft gedaan, maar dat nemen we als kabinet voor onze rekening, omdat we daarnaast ook die overheidsfinanciën op orde brengen. Maar ga eens naar de middeninkomens. Daar komt dan een beeld uit dat de laagste inkomens er zo iets op vooruit gaan. En inkomens vanaf een ton over de hele periode gemiddeld gesproken zo'n 4% inleveren. Nou, ja. Tussen die plus 1,5% en die min 4%, daar ergens zal het zich aftekenen. Dus dat betekent dat de mensen die op twee keer modaal zitten, dus op tussen de 60.000 en de 70.000, er ook iets op achteruit gaan. Je kunt nooit voor één huishouden precies uitrekenen wat dat is. Want ieder huishouden is uniek. En wat we nu gaan doen in de uitvoering van alle plannen, is het zodanig doen dat ja, de inkomensverschillen wat kleiner worden. Die concessie hebben we gedaan. Ik merk ook bij heel veel VVD-kiezers dat ze dat begrijpen. Maar als dat bijvoorbeeld voor die premie effecten heeft die de maatvoering te buiten gaan, die leiden tot extreme effecten, dan zullen we in de uitvoering ervoor zorgen dat we die wegnemen. Ik hoor u zeggen, en dit in het kader van de duidelijkheid, maximale daling van 4%. Vanaf een ton. Ja, we praten hier niet over een ton, we praten hier over mensen die... Nee, even heel precies. Mijn vraag wat gaat over die middeninkomens, daar vroeg ik u vanaf een ton. En waar het nu om gaat, is de zorg zit bij mensen die zo tussen de 50.000 en de 70.000 euro verdienen. Precies. Gemiddeld gesproken, als je kijkt naar de afspraken die we gemaakt hebben, gaan die er ook wat op achteruit. Ja. Maar geen 4% over de hele periode. Minder. Het is ongeveer een lijn van die plus 1,5 voor de minima naar min 4% vanaf een ton. En wat we nou moeten doen in de uitvoering van de plannen, ook voor de inkomensafhankelijke premie, is het zo doen dat we... Je kunt nooit garanderen dat niemand onder die percentage zakt. Maar het gaat om dat gemiddeld genomen het ongeveer klopt. En dat is wat we in de uitvoering moeten bezien. Gemiddeld genomen zullen deze mensen, die middeninkomens, die dus zo bevreesd zijn en waar zoveel tumult over was vorige week, niet alleen te maken hebben zullen ze met die ziektekostenpremie. Het gaat ook om een stijging van het eigen risico. De hypotheekrenteaftrek wordt natuurlijk beperkt. De kinderbijslag gaat omlaag. Schoolboeken worden niet meer vergoed. En in plaats van de basisbeurs komt er een leenstelsel. Toch zegt u, ook de middeninkomens? Dat zeg ik niet alleen, dat zegt ook het Centraal Planbureau. Ja, maar ik spreek nu met u. U zit nu tegenover me. En u zegt... Nee, meneer Rutte, nu even... Meneer Rutte, sorry, ik grijp even in. Het Centraal Planbureau heeft al die maatregelen doorgerekend. Meneer Rutte, ik wil graag mijn vraag afmaken. Wat de effecten zijn. Ik ga toch even uitleggen, want uw bewering klopt niet. Ik heb niks beweerd. Het Centraal Planbureau heeft al die maatregelen doorgerekend. Het Centraal Planbureau kijkt vervolgens wat dat betekent voor groepen inkomens. En daar hebben we ook ons politiek aan verbonden. En dat is die lijn van ongeveer iets een plus voor de minima tot min 4 vanaf een ton voor de hele periode. En dat betekent dat er alles in zit. Dus en de schoolboeken en de kinderbijslag. En we gaan natuurlijk allemaal hele moeilijke maatregelen nemen, omdat Nederland in een situatie zit dat het ook nodig zal zijn. Ja. Ik ben niet gewend van u als interviewer dat u mij de vraag niet laat stellen. Maar goed, kan ook een keer gebeuren. U zegt dus, ook voor de middeninkomens wilt u deze duidelijkheid geven. Zij zullen er zeker niet meer dan 4% op achteruit gaan. U zegt dat opnieuw fout. Die 4% is vanaf een ton. Dat is geen middeninkomen. Een middeninkomen in Nederland... Minder dus. Is minder. Een middeninkomen in Nederland ligt tussen de... Maar zij zullen er dus minder op achteruit gaan dan 4%. Ja, minder dan 4%. Ja, precies. Ja. Dat zei ik ook. Ja. Maar dat is gemiddeld. Je kunt nooit voor één individueel geval... Je zal altijd mensen hebben waar alle plagen van Egypte samenkomen. Die dus inderdaad in een huis wonen waar ze scheef wonen. Waar die kinderen hebben op school. Die iemand hebben studeren. Een ziektekostenpremie. En alles tegelijk valt. Ja. Dan zal het meer zijn. Maar dat betekent dat er dus ook groepen zijn waar het minder is. Dat zijn gemiddelden. De heer Spekman zei, de partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid, nivelleren is een feest. Bent u dat met hem eens? Nee. Nee. Wat vindt u van die opmerking? Oh, daar vind ik helemaal niks van. Kijk, Spekman is een hele goede partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. We kennen hem als een enthousiaste man. En in zijn enthousiasme roept hij wel eens dingen waarvan ik denk, oei. Jammer.
Nou, jammer. Ik zou het zo niet zeggen, maar hij mag het toch zeggen. Maar u zegt er verder niks over. Ja. Goed. Ander probleem, de Eerste Kamer. Meneer Buma die was gisteren bij het programma Buitenhof en die zei daar als leider van het CDA, dit gaan we niet steunen. Het ziet er nou uit dat u geen steun heeft voor deze plannen in de Eerste Kamer. Bent u daar bezorgd over? We gaan eerst in de Tweede Kamer het debat aan. En dat doe ik altijd zo te doen, hebben we gezegd, dat we niet alleen kijken naar een meerderheid van Partij van de Arbeid en VVD. Je probeert altijd dan bruggen te slaan naar andere partijen. Dus we zijn niet doof voor wat andere partijen vinden. Want het helpt dan natuurlijk als je ook in de Tweede Kamer andere partijen zou kunnen meekrijgen. En lukt dat niet, dan ga je toch door naar de Eerste Kamer. En dan probeer je alsnog daar ook in het debat, want zelfs als andere partijen het steunen, kan de Eerste Kamer nog steeds iets anders vinden. Dat is geen automatisme dat fracties in de Eerste Kamer hetzelfde doen als in de Tweede Kamer. Nee. Maar je gaat stap voor stap het proces in. Dat geldt voor alles. Ik begrijp hoe het wetgevingsproces in elkaar zit. En ik weet dat dat door de Tweede en de Eerste Kamer gaat. Maar ik vroeg u nu naar de Eerste Kamer. Het ziet er op dit moment naar uit. Daar geven de leiders, althans van die partijen, doen daar kont van. Dat u daar geen steun krijgt voor de plannen. Mijn vraag aan u was, graag het antwoord, is dat zorgelijk? Ja, ik denk dat zijn eerste uitspraken van leiders van partijen die zelf niet in de Eerste Kamer zitten. En wat ik dus antwoord net, en ik blijf bij het vorige antwoord, is dat je eerst in het Tweede Kamer debat aangaat. En dat helpt al als je voor plannen een bredere steun krijgt. Dat geldt voor alle plannen van dit kabinet, want we gaan heel veel moeilijke maatregelen nemen op allerlei terrein. Dat je steun krijgt voor die plannen van meerdere partijen. Ja. En dat zal dus ook zijn van D66, GroenLinks, CDA, PVV, SP. U maakt zich geen zorgen. Maar ook de kleinere partijen. Ik maak me geen zorgen. Kijk, In dit leven moet je natuurlijk stap voor stap je werk doen. En stap 1 is dat je een goed voorstel maakt. Dat gaan we nu eerst doen. Er is nu een tekst in het regeerakkoord. We gaan dat nu omzetten in goede wetgeving. Ja. En we proberen begin volgend jaar een heel eind te zijn. U geeft in elk geval ook duidelijkheid. U zegt ook dat met name ook voor die middeninkomens het koopkrachtverlies beperkt zal blijven. Tot ver onder die 4% in elk geval. Er zijn nog wat andere problemen die eraan komen natuurlijk. Dit kabinet heeft een grote klus te doen. We komen nog de AWBZ-bezuiniging. Dat wordt een enorme bezuiniging van miljarden. De WW die wordt bekort. Het ontslagrecht, dat moet nog behandeld worden. We hebben het nog niet gehad over de pensioenen. We hebben hier ook maar kort tijd om dat te bespreken. Maar er staat dus nog u en ons heel wat te wachten. Hoe schetst u de nabije toekomst? Als volgt. Kijk, Nederland is een fantastisch land. Wat deze coalitie van Partij van de Arbeid en VVD wil bereiken, is dat we op een fatsoenlijke manier sterk uit de crisis komen. En dat betekent dat we van iedereen vragen om een bijdrage te leveren. Ik heb hier dus geen verhaal dat de middengroepen er in koopkracht op vooruit gaan. We zullen dit allemaal ervaren. En dat is ook onvermijdelijk. En ik vind het ook in die zin onvermijdelijk hier te zeggen dat ook iedereen die maatregelen op een of andere manier ook in zijn persoonlijk leven zal merken. Want inderdaad, u doet er heel veel. Daar gaan wij aan werken. En waarom doen we dat? Omdat we er absoluut van overtuigd zijn dat als we die overheid wat kleiner maken en het beslag van de overheid op Nederland kleiner maken en de essentiële voorzieningen overeind houden voor de mensen die het echt nodig hebben, dat het land ook echt op een fatsoenlijke manier sterker uit de crisis gaat komen. En dan kun je ook meer groei krijgen met elkaar. Dan kun je ook weer de kansen pakken die onze economie kan bieden. Maar we moeten nu door de crisis heen. U staat bekend als een groot communicator. Dus u altijd... dat etiket is u altijd opgeplakt. Heeft u vorige week ernstige steken laten vallen op dat gebied, vindt u? Geen ernstige steken, maar ik vind wel dat we vorige week geen schoonheidsprijs verdienden. De cijfers rond de geïsoleerde maatregel van de inkomensafhankelijke premie, zonder dat die verder is uitgewerkt, maar puur gewoon het regeerakkoord pakkend. En dan zijn die cijfers grofweg wat ze zijn. En dan kloppen ze ook grofweg. Maar zonder dat je naar de uitwerking kijkt, de maatvoering, de extreme effecten eruit haalt, die gingen een heel eigen leven leiden. En dat heb ik inderdaad onderschat. Dat heb ik ook vrijdag gezegd. Dank voor dit gesprek.